Suriname bekend, deel 2. De laatste pennevrucht van de fotograaf Raoul Nijhorst is gisteren in Suriname gelanceerd. Het boek omvat 75 onthullende verhalen van Surinamers overal ter wereld. Nijhorst heeft het boek op 15 oktober eerst in Nederland gelanceerd. Met 75 nieuwe celebrities is de fotograaf trots op deel 2. Neehorst zegt dat het tweede boek veel langer heeft geduurd dan het eerste boek, omdat er veel meer onderzoek in is gaan zitten. Maar al met al ben ik dik tevreden met het behaalde resultaat, zegt Nijhorst. Nee, ja, deel 2 en, en deel 1 uh, heb ik vrij vlot kunnen maken, die heb ik in vijf maanden kunnen maken. Dus um, uh, dat ging eigenlijk vrij vlot, maar dat komt omdat ik ook uh, deels denk ik, omdat ik heel veel mensen persoonlijk kende, bijvoorbeeld um, uh, Jürgen Reimer, Ruwe en, en, en Jetty Maturin en dat soort namen, die kende ik al persoonlijk, dus en leg je de contacten wat makkelijker. En deel 2 was dat lastig, want veel kende ik niet persoonlijk. Um, wat misschien ook heeft mee gespeeld, uh, deel 1 wilde ik per se uh, uitbrengen met 40 jaar bestaan van uh, Suriname, van de Republiek Suriname, dus met revidentie. En bij deel 2 was hij ja, drukker eigenlijk niet, dus um, daardoor was de focus uh, iets minder uh, wat dat betreft. Maar um, wat ook meespeelde is, kijk uh, deel 1 was uit en deel 1 moest ik ook op, op verschillende plekken presenteren en verkopen. Dus, uh, onderwijl ik met deel 2 bezig was, was deel 1 er ook nog, weet je, dus ik was eigenlijk met twee boeken tegelijk bezig. Dus ik denk dat daardoor, mede daardoor ook iets, iets langer heeft geduurd. Maar uh, ik denk dat het wel, vind ik persoonlijk, de moeite waard is geweest om, ja dat het toch even iets langer heeft geduurd, want ik ben uh, heel... Erg tevreden met uh, en trots op het resultaat. Behalve dat de schrijver graag heeft dat Surinamers weten wat andere Surinamers in de wereld doen, wil hij ook dat de boeken een goede boodschap brengen en een inspiratie zijn voor de jeugd. Dus in de toekomst ben ik nog meer van plan met de twee boeken, zegt Nijhorst. Nee ja, met Suriname, bekend deel 1 en 2, wat ik heel graag zou willen, is uh, dat ze echt mijn droom zijn, als op elke school in Suriname, in ieder geval elke Mulo-school en middelbare school, als een exemplaar van beide boeken daar ligt, in de bibliotheek, want eigenlijk is het boek, vind ik, een, een inspiratie voor onze jeugd. Dat, ik wil de jeugd laten zien, dat ze, dat ze onze rolmodellen, onze, onze inspirators, maar um, ook dat ze, ik wil ze ook laten zien dat ongeacht je herkomst of afkomst, uh, je eigenlijk hele mooie dingen kunnen, kan bereiken, want uh, als je kijkt wat, wat al die serenamans allemaal kunnen, weet je, bijvoorbeeld, zo hebben we Bijvoorbeeld, uh, heel veel jongeren zijn met Instagram bezig. Iedereen kent wel Instagram. Uh, maar er is dus een, een, een Sranamang die mede heeft ontworpen aan het logo van, uh, of een van de logo's van Instagram. En dat is echt geweldig. Denk je van, hé, Instagram, daar zit de Saranaman, Die heeft achter gezeten achter het logo. Dus uh, nee, Surinamers, uh, ja. Ik wil echt de jeugd laten zien: van, hé, hey, we, zijn, we, zijn we doen echt toffe dingen. En um, ja, we zijn Surinamers eigenlijk, we zijn uh, divers en rijk aan cultuur, maar ze zijn ook heel divers aan talent. Raoul Nijhorst, fotograaf en auteur van het boek Suriname bekend, deel 2. Hij sprak over de launch van het tweede deel van zijn boek, dat gaat over 75 Surinamers over de gehele wereld. De launch vond gisteren plaats in de vergaderzaal van Jakana Wellness Resort.